Aan tafel Freek Vonk. Toen de eerste serie van The Blue Planet van David Attenborough op televisie werd uitgezonden, regeerde Wim Kok nog over ons land, stond chaotic in de hitlijsten, betaalden we nog met guldens en gingen we ook niet naar het WK. En was Freek net klaar met zijn VWO aan het Titus Brandsma College in Dordrecht. Moest nog beginnen aan zijn studie biologie, was nog nooit op safari geweest en had nog geen duikbrevet. Nu, 16 jaar later, staan we aan de vooravond van serie 2 van The Blue Planet. A generation ago, the series The Blue Planet took us beneath the waves. But now we know so much more. Take a deep breath. And while the ocean blue. New science and new technology allow us to voyage further and deeper than ever before. From the restless shores of our coastline, where dolphins spit to trick their prey. Ja, het is even Freek, 4 jaar over gedaan, 123 expedities, 39 landen bezocht met de modernste techniek. Daar niet komen normaal. We straks op terug. Ja. Dit is een spuug, ik kende deze. Deze dit is een Australische stompvin, dolfijn. En die zijn pas in 2005 beschreven, dus helemaal niet zo lang geleden. En die spugen naar hun prooien, bijvoorbeeld een groep vissen, om ze te desoriënteren. En dat doen ze dan net zo lang tot die vissen niet meer weten waar ze heen moeten en ze makkelijker kunnen grijpen. Dus ze spugen om hun prooien te verwarren, eigenlijk. En ik denk dat de BBC nu de eerste is die dit in elk geval goed heeft vastgelegd in Blue Planet 2. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet dadelijk als je alle scènes achter elkaar ziet. Ja, wij hebben nog niet alles mogen zien. Nee. Sterker nog, we hebben geloof ik 20 minuten gekregen. Ja. Dat wilden ze dan. Het is hun goud ongeveer. Dat is wel geluk, hoor. Ja, precies. Ja. Wat is je eerste indruk? Dit is. Ja, dit is fantastisch natuurlijk.